Het is weer zover. Temptation Island is up and running. Schijnbaar is heel Nederland weer in de ban van het feit dat 4 vrouwen en 4 mannen naar een eiland zijn gegaan. Terwijl ze een koppeltje zijn om te kijken of ze de Temptation aan kunnen. Ik kijk die shit niet, maar vandaag wel. Dus vandaag ga ik in een aantal minuten alle hoogtepunten checken van Temptation Island 2020. Abonneer lekker op mijn kanaal en dan gaan we gewoon maar beginnen met het kijken naar 4 chickies en dudes. En allemaal verleiders. Geil. De golf is eigenlijk door waarschuwing dat aan de andere kant iets goed mis is gegaan. Sexual? Ik zie... Eerste wat ik zie... Dit heb ik gevonden. Fuck jou, Siri. Ik zie nu al tieten en geiligheid. Belooft wat. Na 1,5 jaar samen weten ze heel goed wat ze aan elkaar hebben. En zullen wat ze op het spel zetten. Hallo, mijn smaks. En wij zitten aan elkaar. Van Brinsje. Wie gaat er om 12:30 s'nachts in de fitness? Niemand die dat doet. Dus als je naar zijn lichaam kijkt, dan lijkt het alsof hij woont in de gym. Ik vind het niet kunnen. Ik vind gewoon dat elk mens om 12:30 of moet slapen of aan het feesten moet zijn. Deze guy zegt helemaal niks. Nou, ik zou het wel leuk vinden als ik erachter kom dat mijn vriend vreemd gaat. Dat is toch net het ding? Waarom dat we er... Hebben ze een beetje vertrouwen, joh? Deze guy weet al gewoon... Ik ga dit opfokken. Het tweede koppel is ook in beeld. Best wel een knap stel, eigenlijk. Waarom doe je mee? Wat doen jullie hier? Ja, dat komt eigenlijk een beetje bij mij, omdat ik heel... Oh, ik heb een klein beetje trust issues. Dus laten we anders gewoon meedoen aan Temptation Island. Temptation is voor mij alles bepalend. Who is this model? En dan heb ik het niet over die vrouw, ik heb het over die guy. Jij kan parfumreclames gaan doen, jij kan zonnebrillenreclames gaan doen. Jij kan truien verkopen, gast. Such a beautiful guy. Maar ik wil jullie heel graag voorstellen aan de 5 gezellen van Temptation Island. Voor jullie moeilijk gemaakt. Daar komen ze. De verleidsters, ready to verleid. Hij komt heel vriendelijk en ja, sociaal over naar mij. En voor hun lijkt dat zo'n playboy. Die er maar voor één doel is. En dat is gewoon, ja, kapot neuken of zo, weet ik veel. Letterlijk het enige doel van deze guy is... Kapot neuken of zo, weet ik veel. Nee, maar hij is gewoon echt heel aardig. Prima. Nou, ik ben Nikki. Mijn haar is net zo vurig als mijn body. En dat ga ik jullie laten zien. Nu komt de seks, de bodies, de dancing, de temptation. De groeten! Dit is wel lastig, als een vrouw zo voor je staat te dansen. Drive fast, drive safe, go! Drive fast, drive slow, go! Klinkt als Fabiola, joh. Over Fabrizio zeg ik liever... De party is gaande, iedereen heeft het naar zijn zin, behalve Melissa. Hey vriendin, je moet meer doen. Hoe vaak moet ik nog tegen jullie zeggen dat jullie mij niet moeten pushen? Ja, inderdaad. Hoe vaak moet ik je nog tegen jullie zeggen dat jullie me niet moeten verleiden? Stop nou. Allemaal van die kerels, waar komen ze ineens vandaan? Oh ja, je doet mee aan een... Melissa is best wel een beetje zielig eigenlijk. Duidelijk. Kijk, weet je wat kut is aan Temptation Island? Je kan 2 dingen doen. Of je blijft de hele tijd aan de kant zitten en zegt tegen iedereen, blijf bij mij uit de buurt. Maar dan ben je gewoon een beetje zielig, blijkbaar. En dan vindt niemand het leuk om naar te kijken. Maar als je nou meegaat in de flow, ja kijk, dan krijg je gezeik met je vriendin of met je vriend. Dus in beide gevallen, fok je het op. Nou, dan is hij natuurlijk de aardappels gaar. A shoulder to cry on is a dick to ride on. Is denk ik wel het meest treurige wat ik ooit gehoord heb. De gong. Voor mensen die niet weten wat de gong is, het is een soort alarm. Als er op het andere eiland iets gebeurt wat niet door de beugel kan, dus een kusje of een knuffeltje of een kleine kabang-kabang sessie. Dat is begrijpelijk wat ik bedoel. Dan wordt er op het andere eiland gegongd. En dat weten ze dus dat als ze bij het kampvuur zitten later, dat ze beelden kunnen zien van hun vriend of vriendin die vieze dingen doet met een ander. Hoor dit knuffeltje? Knuffeltje? Ik knuffel ook mijn schoonmoeder. Betekent niet dat ik naar bed wil met mijn schoonmoeder. 6 keer zo smerig als dat het mag zijn. Ik knuffel mensen. Ik vind het een koop,
Ik vind het wel echt sneu. Het kutste als man zijnde is dat je je vrouw huilend ziet. Je hebt een bepaald level van dingen die je niet wil in een relatie. En dat is dat je vriendin sterft. Misschien dat we dan zelfs niet tot seks zouden komen, dus... En vlak daaronder zit dat je vriendin huilt. Ja, maar je kunt zeggen wat je wil, maar het werkt vaak wel. Het is wel effectief wat ze doen. Oké. Sexy time. It's sexy time. It is sexy time. Oeh. Deze guy zit hier en denkt, nou, als ik gewoon zo met mijn handen over elkaar zit, dan doe ik toch niks fout. Als een man gepijpt wordt terwijl hij zo zit, denkt hij, ja, ik deed niks. Ik zat gewoon, ineens had ze me lul in de mond. Chic, Kelvin. Chique commentaar. Er is gewoon een fucking telefoon in het spel. Ik vind het knap. Ik heb natuurlijk aan Robinson meegedaan en ik weet hoe de drill is op het moment dat je naar het eiland gaat. Er wordt alles gecheckt. Je tas, je ondergoed, de binnenkant van je anus. U kunt voelen dat er iets naar buiten pelt. Of u kunt een drukkend gevoel hebben op de anus. Nou oké, dat niet. Maar veel wordt gecheckt. Het is onmogelijk om iets mee te nemen. Misschien een tandenstoker of een vlosdraad, maar dat is het. Maar een hele telefoon, ik vind het serieus knap. Wat mij betreft winnen zij. Kun je met Temptation Island winnen? Nee hè? Is er een beeldje gevonden dat je een telefoon hebt? Kan je even nemen? Gaan we het even bespreken? Maar waar de fuck is die telefoon gedaan? Ik ben alleen hier in de koffer in. Nee, ik heb geen telefoon. Telefoon hier mee. Het is een hele grote... Wat een ellende. Hoezo beschuldig jij mij? Je hebt een telefoon. Ja, we hebben zeg maar camerabeelden. Nee, bewijs het dan. Nou ja, we maken een tv-programma. We filmen alles. Bewijs het dan. Dit koppel wordt eruit geramd omdat ze de regels hebben verbroken. Simon, jij bent 31. Ja. Een nieuw koppel. Pretty people. Mooie vrouw. Hij heeft een klein beetje een babyface. En daar is natuurlijk niks mis mee. Maar om dan tegelijkertijd soort hele gezicht vol met tatoeages te flikkeren. Ik zou het niet doen. We zijn net 7 dagen, 24 uur op elkaar. Vakantie. Dus ik was er net als zat. Oh, pas op met wat je zegt, vriend. Je weet, dit is een tv-programma. Ze gaan dingen verknippen en zo. Er is dus een nieuwe guy met een bandana of zo. Die is niet heel enthousiast over zijn vriendin. Die is wel na. Kijk, stel dat je vriendin een slecht libido heeft, dan ga je het niet zeggen op tv. Hetzelfde als dat je vriendin zegt dat jij een kleine lul hebt. Dat is ook niet aardig. Min, maar wel waar. Ja, maar ik vind het gewoon kut. Ik wil gewoon weten wat ik heb gedaan, toch? Zack, als je kijkt, ik ken je niet persoonlijk. Dus ik oordeel op basis van wat ik zie. En het is vrij grappig. En het mooiste vind ik dat deze gast ook zegt, nou ja, sorry, maar ik heb geen idee, joh. Jawel, het is gewoon een easy way out om gewoon te zeggen... Ja, die drank, joh. Ik vergeet mijn eigen naam nog. Daar gaan we weer. Het gongetje. Je weet ook gewoon dat als er gesext wordt, dat dan de mensen in de regiekamer van het programma... Ja! Woe! Yes! Eindelijk! Let's go! Ah! Ik ben op mijn tong. Ik heb op mijn tong geweten. Dat is dom, heel dom. Dat is dom, heel dom. Arda, die wordt gewoon verliefd. Die denkt gewoon, dit is mijn vrouw. Ik ken zoveel gasten die één keer een chick zagen en zeiden, ik ben verliefd. En dat die vrouw dan zoiets had van, hè, hoe heette jij? Kelvin? Oh, maar... Arda is een mardafaka. Dit vind ik wel echt zielig. Maar dit is pure emotie. Dit willen we zien als kijkers. Ik vind hem nog zo leuk en hij heeft nu een ander en ik kan niet meer. Nee, nee, nee. Ik hoop echt, als je iets van Arda voelt, dat je voor hem zorgt. Want hij verdient echt een meisje. Wat een goed mens is dit. Ze scheldt hem niet uit. Zorg voor mijn vriendje. Hij mag dan wel niet meer mijn vriendje zijn, maar hij moet wel goed terechtkomen. Het is net een Disney film. Dat is echt... Arda gaat naar de beelden kijken van zijn vriendin. Die huilt. En dat is pijnlijk voor een man. Ik dacht echt dat hij mij grijpt. Sorry, ik kan niet.
Deze man heeft een fout gemaakt. Zijn ouders gaan het zien. Zijn oma gaat het zien. Zijn buurvrouw gaat het zien. Zijn fucking therapeut gaat het zien. Nooi. Ja. Waar de lul? Maar stiekem smullen we ervan, jongen. Ik heb misschien een misstap in dat begaan. Alleen, ben ik totaal niet bewust bij geweest. En zij heeft juist hele bewuste acties. En dat kan ik echt niet waarderen. Wat? Hij zegt, nou, ik heb wat fout gedaan, maar bij mij ging het per ongeluk. Gast, je was dronk. Als je daarmee weg zou kunnen komen... Oh, schat, ben je nou alweer vreemd gegaan? Ja, maar ik had gezopen. Ik was dronken. Oh, nee, dat maakt niet uit. Ik voel me helemaal on the inside of the Temptation People. Er gaat wat gebeuren. Arda is namelijk verliefd geworden op een of andere verleidster. Maar die verleidster is niet verliefd op hem. Verrassing. En nu krijgt hij spijt. Als er niet meer in zit dan gewoon een 2 weken met elkaar omgaan, ja, dan voel ik me gewoon heel stom dat ik die keuze heb gemaakt. Want was ik misschien beter bij Amber gebleven. Alsof je ze voor het uitkiezen hebt. Nee, ja, ik heb een andere chick gekozen. Maar als ik wist dat zij niet van mij hield, dan was ik gewoon bij die Amber gebleven. Oh shit. Oké. Stop, dit is het. Oh my god. Dit is wel echt een pijnlijk gezicht. Dit is echt pijnlijk. Dit wil je niet. Je wil niet dat deze foto rondgaat in je familie WhatsApp groep. Arda ligt inmiddels op de grond. En Zack gaat ook niet zo lekker. Deze gast gebruikt Spotify om een chick te vertellen dat hij haar graag wil naaien. Slimme move. Alleen jammer dat gewoon, zeg maar, camera's wel werken en kunnen filmen. Ik wilde gewoon testen of ik naast een mooie meid kon liggen. Zonder dat ik sneaky praat, iets seksueels heb, of geen aanraking heb gehad, geen knuffel, geen kus. Sowieso. Hij is alles aan het goed praten. Maar ik wilde gewoon kijken of ik dat kon, weet je wel. Nee, je was gewoon geil. Hij is wat kinderlijker. Hij is ook naar Mallorca geweest op vakantie, als proppen, ja jongens. Zack voelt zich een klein beetje in zijn ego gekrenkt, omdat hij wat jonger is dan zijn vrouw. Nou moet Zack even bewijzen dat hij een echte kerel is. En dat doet hij door deze magische woorden te zeggen. Leeftijd is dan maar eens maar getal. Ik heb ook gewoon schaamhaar, weet je. Ik ben gewoon mars. Heb ik... Hé, hey, ik ben een man! Oh, hi buurvrouw. Hi. En Zack is klaar met dat kinderachtige gelul over het feit dat het een kleine jongen is. Hij moet even laten zien dat hij schaamhaar heeft. Dat was ook het moment dat ik dacht, ja, fuck it, bro. Echt fuck it. Fuck jou. Hij voelt zich zo kut. Oh, Zack. Wat verschrikkelijk. Dit was weer een avontuur. Doe ermee wat je wil. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei.